Zoals je kunt zien is er heel veel modder. Is alles over de straat heen. En is de straat niet meer loopbaar. Alle huizen zijn verwoest. Overal liggen zandzakken. Wat zou je meenemen als je zou moeten vluchten voor een watersnoodramp? Ik denk water. Dan zou ik meenemen mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn huisdieren, mijn foto's. En eten en drinken en een warme deken. Ik neem mee mijn lucifers, die heb ik wel. Ik neem mijn kaarsen, eten, drinken, warme kleren. Okay. Dan moet je dan, als het goed is, een beetje van tevoren denken. Als je heel instinctief moet handelen, dan doe je altijd... Wat er ingegeven wordt. Dus dan pak je wel eens dingen die je misschien ook niet nodig hebt. Als je er wel vooruit hebt nagedacht, dan staat er misschien een pakketje klaar. Maar ik denk dat het vaak onverwachts komt. En ik denk dat je dan, als je denkt, oh jeetje Pietje, ik moet echt weg. Dan pak je misschien foto's en vervolgens foto's dat je denkt, nou, als ik dat nooit meer terugzie, als het kan. En anders dan, om te overleven, water, eten, een beetje warme kleren. Waar zou u schuilen als het u overkomt dat u dat meemaakt? Ik denk naar zolder of op dak. Nou, ik heb er maar één mogelijkheid. Ik heb geen auto, dus die en ik moet boven schuilen hier. Als ik hem meemaak, zou ik zo hoog mogelijk gaan. En dat kan binnen zijn op zolder of ergens buiten op een dijk of zo. We hebben een boot thuis, achter het huis. Dus daar zou ik. Daar hebben we trouwens altijd al een noodrantsoen in. Van een deken met drinken en koeken. We zijn hier op het plek van de watersnood. We gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Zoals je kunt zien is er heel veel modder. Is alles over de straat heen. En is de straat niet meer loopbaar. Alle huizen zijn verwoest. Overal liggen zandzakken. En zoals je ziet, er liggen ook allemaal pannen. Dus het is echt gewoon, de mensen hebben hun spullen niet meegenomen. Wij gaan nu dit winkeltje opruimen. Mm-hmm. Zodat er weer wat verkocht kan worden. Zodat er weer wat inkomsten zijn. Wat is er gebeurd? De dijken zijn doorgebroken. Wat deden jullie toen de dijk was doorgebroken? Toen ben ik naar boven gevlucht met moeder en de kinderen. En daar hebben we een week gezeten. Mijn man is er niet. Die was gemobiliseerd. Die zit in het Fort Spijkerboor. Dus ik stond er echt helemaal alleen voor. Oké, dank u wel. Wat gaat u doen nadat het allemaal gebeurd is? Nou ja, zo snel mogelijk de boel weer opruimen en dan toch weer verder, hè, met ons leven. Krijgt u nog hulp van uw familie? Nee. Dat doen we allemaal zelf. We wonen verderop op een boerderij en nu het water wat meer gezakt is, dan gaan we de boel weer repareren en op orde brengen. En dan hopen we dat we over een poosje weer wat koeien kunnen hebben. Oké, dank u wel.